Een beetje een technisch probleempje. Roep maar als we kunnen. En heb je de wedstrijd al teruggespoeld naar het moment van je doelpunt? Ja, eigenlijk wel. Maar ja, daar hebben we toch niks aan. Hè? Nu is het gewoon blijven knokken weer. Ja, je hebt er inderdaad niks aan. Overheerst natuurlijk. Want een grote stap kunnen zetten in elk geval in die achtervolging op Katwijk. Dat overheerst nu, neem ik aan. Ja. Ja, nu is het gewoon blijven knokken, zoals ik net zeg. Dus nu is het gewoon maandag tegen treffers. Gewoon weer staan. En jij werd ingebracht met welke opdracht? Een breekijzer zijn? Ja, eigenlijk wel in de spits. Om misschien 1-1 te maken. Maar ja, dat lukte mij niet. Maar toen maakte ik een 2-0. Dus ja, toen had ik mijn kans gekregen. Dus dat heb ik binnengeknokt eigenlijk. Ja, maar je bent een verdediger, toch? Ja, ik ben verdediger. Maar goed, dan komt die bal. Die komt in je buurt. En op welk moment bedenk jij dan, ik maak een omhaal? Ik had niet eens nagedacht eigenlijk. Ik heb gewoon mijn ding gedaan. Dus ja, dat was het. Ja, maar goed, op het moment dat je dat doet en hij vliegt erin, met welk gevoel juich je dan? Van binnen juich het wel, maar van buiten moeten we sowieso door. Want laatst was nog 10 minuten te gaan of zo, denk ik. Dus moest gewoon door. Hoe heb jij het bij Kozakken Boys? Je bent nog niet zo lang geleden hier gekomen natuurlijk. Hoe vind je het tot nu toe? Want je komt van Achilles. Ja, klopt. Ja, vind het wel prima. Je hebt mij gewoon goed behandeld sinds ik daar kwam. Dus het gaat wel goed om eerlijk te zijn. Ja, en dan strijd je nog mee om die titel, want die strijd is nog niet gestreden, hè? Nee, klopt. Je moet gewoon doorgaan eigenlijk. Dus het zal weer goed komen, denk ik. Maar is het moeilijk om door te gaan? Want hoe rapen jullie jezelf nou weer bij elkaar in aanloop naar maandag? Het is niet moeilijk om door te gaan, want sinds ik hier was, ik zag gelijk een team staan. Dus dat zou niet moeilijk zijn voor ons, denk ik. Dus dat geloof is er dat in Werkendam het kampioensfeestje wordt gevierd? Dat geloof is er wel. Vind ik wel mooi hoe stellig je dat zegt. Hoe kom je daar zo stellig? Ja, het is voetbalwereld. Hè. Dus je weet maar nooit wat kan gebeuren. Dus als we gewoon blijven doen wat we moeten doen, dan komt het wel goed. En dan kun jij gewoon genieten van je goal. Want ik neem aan dat je al wat berichtjes hebt gehad. Dat je hem al een paar keer hebt teruggekeken. Misschien nog een paar keer gaat bekijken. Nee, ik heb hem niet gekeken. En ook mijn telefoon zit nog in mijn zak. Dus ik heb hem niet gekeken. Heb je wel eens zo'n goal gemaakt? Ja, lang geleden wel. Lang geleden wel. Toen ik nog in Curaçao was. Maar... Dus... En hoe oud was je toen? Zo, toen was ik denk 16. Maar dit zijn wel de goals die je onthoudt, hè? Ja, dat zeker. Super, dankjewel. Succes maandag. Ja. Thanks.